Wist je dat Rotterdam bestaat uit 71 verschillende wijken? Van rustig en groen tot bruisend en hip en alles ertussenin. Ik ben Sophie en vandaag neem ik jullie mee door Hoek van Holland. De aanleg van de Nieuwe Waterweg als verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. Toen in 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg, ontstond het dorp, doordat werklieden zich op de Hoek van Holland gingen vestigen. Hoek van Holland valt sinds 1914 onder de gemeente Rotterdam. Hoek van Holland grenst aan de noordoostelijke kant aan de gemeente Westland en aan de zuidoostelijke kant aan de gemeente Maassluis. Aan de westkant ligt de Noordzee en aan de zuidkant de Nieuwe Waterweg. Het strand is goed bereikbaar. Met de metro stap je in de stad en uit op het strand. En er wordt heel goed gebruik van gemaakt. Wist je dat het strand van Hoek van Holland onlangs voor de 11e keer de blauwe vlag heeft ontvangen? Die vlag staat symbool voor schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige jachthavens. Toch fijn om te weten waar je zwemt. Wonen op het strand? Ja, ook dat kan in Hoek van Holland. Niet in een echt huis, maar wel in een van deze prachtige beachvilla's. Dit is de Noorderpier. Jaarlijks varen hier bijna 80.000 schepen voorbij, van cruiseschepen tot mammoettankers. Hoek van Holland is onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit is een uniek landschap van ruim 60 vierkante kilometer aan waardevolle natuur. En dat ontstond zo'n 5000 jaar geleden door de stijging van de zeespiegel. In de verte zie je als eerste imposante schotelantennes. Verder zijn er verspreid nog bunkers en vestingwerken van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van ver daarvoor. Een echte parel binnen Nationaal Park de Hollandse Duinen is de Vineta-duin. Dit is een beschermd natuurgebied en slechts 2 maanden per jaar onder begeleiding van de gids toegankelijk. Over het oorlogsverleden gesproken, je kunt in Hoek van Holland ook de route Verdedigingspark wandelen. Deze gaat langs verschillende bunkers en een fort, die vroeger de toegang tot de Rotterdamse havens moest beschermen. Hoek van Holland ligt aan de Nieuwe Waterweg, de poort naar een van 's werelds grootste havens. En hier ligt ook de Maaslandkering. Dit gigantische bouwwerk is onderdeel van de Deltawerken en heeft de grootste beweegbare onderdelen ter wereld. Het kan een vloedgolf van 5 meter boven gemiddeld zeeniveau tegenhouden en daarmee worden alle inwoners van Zuid-Holland beschermd. Vanaf de dijk kijk je uit op de wijk Dorp. Dit is het centrum van Hoek van Holland, waar je met name veel woningen vindt. Maar je vindt hier ook basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, musea, een wijkcentrum en een zwembad. We zitten op het dorp van Hoek van Holland en ik zit hier niet met wijkraadslid Ineke, maar met dorpsraadslid Ineke. Ineke, wat typeert Hoek van Holland volgens jou? Hoek van Holland is een kleine eigen kern, een eigen karakter. En je hebt natuurlijk een heerlijk strand, je hebt bossen, je hebt eigenlijk heel veel om je heen. Een mooie natuur, de waterweg. Dus een heel klein eigen stukje Rotterdam, wat niet Rotterdams is. We hebben een kleinschalige woongemeenschap van 10.000 inwoners die elkaar bijna allemaal kennen. De meeste mensen kennen Hoek van Holland natuurlijk van het strand. En daar staat sinds kort een strandhub. Kun je daar meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk bedoeld op mooie dagen als een soort van gastheerschap voor de bezoekers, voor de bewoners en voor de ondernemers. Dat ze daar met vragen terecht kunnen. Aan de politie, aan de handhaving, noem maar op. Is er hier EHBO, is er strandwacht? En daar kunnen ze je op al die vragen met drukkere dagen gewoon een antwoord geven. Wat zijn de uitdagingen waar Hoek van Holland mee te maken heeft? Om te zorgen dat iedereen hier heerlijk woont en dat we de toeristen die naar het strand gaan, dat zijn er heel veel, dat die ook eens hier in Hoek van Holland op het Brinkplein een lekker ijsje komen eten en bij samen een kopje koffie drinken. En dat we gewoon met elkaar iets leuks op het dorp ook neer gaan zetten. Are you only visiting the beach or are you also going to what we call het dorp? Ja hoor, dat kennen wij. Wat bedoel je met dorp? Het dorp van Holland? Ja, dat kan wel. Oh, we're not going to visit the local village. In het dorp komen we niet, nee. Zou er meer aandacht moeten komen voor het dorp? Of mag dat echt op het strand blijven? Voor toerisme? Ja, ik denk dat het op zich ook wel het dorp best wel aandacht kan hebben. Want het is best gezellig. Een pleintje waar je lekker een bakje kan doen. Mensen uit Rotterdam die naar Hoek van Holland gaan voor de zee, voor het zand. Ik zou na 1, 2, 3 niet weten waar je dan zegt van ga vanuit Rotterdam. Een dagje naar het dorp Hoek van Holland. Zou u iets anders willen zien op het plein hier?
Ja, veel meer. Ja, ik vind dat wel een vrij gezellig pleintje hoor. Het mag vrolijker, gezelliger. Ik vind dit toch een beetje eentonig of zo. Ja, er staan al lekkere bankjes voor de mensen die even willen uitrusten na het shoppen. Dus ja, voor mij mis ik niet 1, 2, 3 iets op het plein. Het plein mag helemaal anders. Alleen maar toch een gezellige horeca maken. Je hebt hier toch een mooi terrasje, je kan hier lekker zitten. Terrassen en misschien ook wel... Meer voor de kinderen. Het kan iets gezelliger worden, net als zo'n pleintje in Naaldwijk met van zo'n waterfonteintjes. Je hebt toch ook iets meer groen. Hoek van Holland is een grandioos dorp en dat moet zo blijven. Er komen in Hoek van Holland de komende jaren veel nieuwe woningen bij in alle prijsklassen. Zo komen er in het nieuwbouwproject Rond in de Hoek 150 koop- en vrije sectorwoningen bij. De verkoop start binnenkort. Lekker. Zo ben je altijd op vakantie. Hier, midden in de duinen, staat de oude zeetoren. En daarbinnen is plastic gevestigd. Plastic is een eco-café. En je kunt daar heerlijk eten en heerlijk drinken. Maar eigenlijk altijd met één doel in het achterhoofd. En dat is duurzaamheid. We hebben afgesproken met Charlotte. Dit heb je nergens genoeg voor. Een strandtent midden in de duinen. Natuurlijk, het strand is ook fantastisch. Maar hier kom je echt gewoon tot rust. We zijn al reizend de hele wereld overgetrokken met surfplanken, kitesurfgear, samen met Maxime en Robin. Dat zijn mijn andere compagnons. En als je kijkt in het buitenland, al die afvalstromen die komen daar terecht. En we stonden echt op stranden waar alleen maar afval aanwezig was. En dat heeft ons eigenlijk wel doen denken van als wij iets gaan beginnen, dan willen wij dat ten alle tijde altijd voor zijn. We zitten midden in de Van Dixhoorn driehoek, een natuurgebied, beschermd natuurgebied. En zo proberen wij zo min mogelijk afval in de natuur terecht te laten komen. En de enige manier hoe je dat kan doen als restaurant zijn is om zelf heel veel in te perken. De rietjes, waar we het net over hebben gehad. Dit is een natuurproduct. Als dit in de natuur terechtkomt, dat verwatert gewoon op een gegeven moment. Denk ook aan de opstelling van je menukaart. Dus meer vegetarische opties, meer groentes op je kaart. In plaats van dat alleen maar vlees willen serveren. Dat, ja, we zitten wel in het Westland, maar we merken wel heel erg dat mensen daar echt behoefte aan hebben. En dat je dus ook de voetsporen van je producten wat kleiner kan behouden. Bijvoorbeeld alle groentes die we hier serveren, die komen uit de kassenbouw hier, zo in het Westland. Hoek van Holland is een heerlijk stukje Rotterdam. Je hebt natuurlijk veel cultuur, attracties. Je kunt weer lekker wandelen, sporten en natuurlijk een schoon strand. Ik ga nog even een laatste drankje doen hier op het terras bij Plastic, voordat ik de metro naar huis pak. Tot volgende week.